De stichting E-Laad.nl wil elektrisch rijden in Nederland binnen handbereik brengen. Om dit doel te bereiken plaatsen de netwerkbeheerders, aangesloten bij de stichting E-Laad.nl, in Nederland binnen enkele jaren 10.000 laadpunten. In deze instructiefilm wordt het plaatsen, aansluiten en bedrijfsklaarmaken van deze laadpalen getoond. De instructies zijn van toepassing op de installatie van de laadpalen van het ICU-tube type, voorzien van een aansluitkast. Met smeltpatronen en een kilowattuurmeter. De installatieset wordt u door elaad.nl geleverd. U, als netbeheerder, monteur of aannemer, bent verantwoordelijk voor de plaatsing van de laadpaal. Let bij het vervoer van de laadpaal op de juiste vervoerspositie. De laadpaal moet met de klep, die toegang geeft tot het aansluitgedeelte, naar boven liggen. Dit wordt aangeduid met een sticker op de vloerplaat. De monteur van de netbeheerder of de aannemer. Of de ingehuurde gekwalificeerde monteur voert de aansluiting uit. Op de plaatsingsopdracht staat aangegeven of het een aansluiting op een TT-stelsel of op een TN-stelsel betreft. Bij een aansluiting op een TT-stelsel moet er ook een aardelektrode worden geslagen met een weerstand die lager of gelijk is aan 167 Ohm. Een installatieset bestaat uit een ICU-tube-laadpaal voorgemonteerd met een aansluitkast met smeltzekeringen, geheel bedraad en voorzien van een kilowattuurmeter. Een gearmeerde aansluitkabel type VGIMVkas 4x16cu, geschikt voor aansluiting op een TT-stelsel of een TN-stelsel. Een aardelektrode van 25 vierkante millimeter voor de aansluiting op een TT-stelsel. Een montagekit met aftak MOF en overige benodigdheden. Een parkeerbord met bevestigingsmateriaal. Het gewicht van de laadpaal is 68 kilo. Til de laadpaal dus met minimaal 3 personen of gebruik een kraan. Tevens moet de monteur beschikken over de plaatsingsopdracht. Deze bestaat uit een plaatsaanduiding op een Google View overzichtsfoto en basisdocument realisatie oplaadpunt. Hierin vindt men alle benodigde gegevens voor het plaatsen van de laadpaal. Het aansluiten van de laadpaal komt overeen met het uitvoeren van een woonhuisaansluiting. Dat betekent dat de veiligheidsvoorschriften van de netbeheerder waarvoor de aansluiting wordt uitgevoerd van toepassing zijn op het plaatsen van de laadpaal. Neem vooraf kennis van de juiste veiligheidsprocedures en werkinstructies en handel zoals wordt voorgeschreven. Bepaal met behulp van de bijgeleverde Google View overzichtsfoto en de cadastrale gegevens de exacte positie waar de laadpaal moet worden geplaatst. Voor de graafwerkzaamheden is een graafmelding in het kader van de WION verplicht. Het aanmelden van de graafwerkzaamheden is de verantwoordelijkheid van de aannemer. Start tijdens de graafwerkzaamheden reeds met de voorbereiding van de laadpaal door de aansluitkabel op de laadpaal aan te sluiten. Om het laadpunt te kunnen plaatsen moet er een gat worden gegraven met tenminste een lengte van 80 cm, een breedte van 60 cm en een diepte van 70 cm. Het kan natuurlijk voorkomen dat een gat breder, langer of dieper uitgegraven moet worden. Bepaal dat in de situatie ter plaatse. Open de klep met behulp van de sleutel en leg de klep veilig weg totdat de werkzaamheden zijn afgerond. Voer de aansluitkabel door de mantelbuis. De mantelbuis voorkomt beschadigingen bij het doorvoeren van de aansluitkabel en later wanneer het laadpunt is ingegraven. Sluit de aansluitkabel volgens schema aan op de aansluitkast. Draai na het aansluiten de trekontlasting vast. Verwijder nu de smeltzekeringen. Om met de aftakmof een knip in het LS-hoofdnet te kunnen maken, moet er op de aangewezen plaats een voldoende groot mofgat worden gegraven. De grootte van het mofgat is afhankelijk van de situatie ter plaatse. De aansluitkabel tussen de laadpaal en het LS-hoofdnet moet ondergronds en minimaal op 60 cm diepte liggen. Graaf een sleuf of leg de aansluitkabel met een raketboring sleufloos aan.